De bewoners van de Jonkerstraat in Weert zijn allerminst tevreden over de plannen van de gemeente Beuningen en Nijmegen. Vanaf 2020 zullen er dagelijks 160 vrachtwagens over de Hooglandse weg denderen. Voor het zandtransport van de Beuningse Plas naar het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. En dat zal zeker 16 jaar lang duren. De Hooglandse weg ligt zo'n 10 tot 20 meter van de achtertuin van de bewoners vandaan. En die hebben daardoor veel overlast. Ja, ik vind het voor ons woongenot een diepdal worden. Wij wonen hier, ik ben hier geboren. We hebben ons huis levensloopbestendig gemaakt. Dit zou voorheen een groen industrieterrein worden. Nu is het echt een logistiek terrein geworden met heel veel vrachtbewegingen erin. En er komen straks, 2020, nog eens 160 vrachtauto's erbij. Mijn man die is 3 dagen in de week gaan werken en over 2 jaar gaat hij met pensioen. Dan denk je van, dan kan je lekker buiten zitten, een beetje rommelen rond en in je huis. Ja, dat wordt verstoord, want je kunt niet rustig koffie drinken buiten met zoveel vrachtverkeer. Nou, mijn mooiste advies is eigenlijk dat ze vanuit de Piekelaan rechtdoor bij Terlui eraf gaan. Maar dat is geen optie, want daar zit Sintus. En die zegt dat het niet kan met hun gevoelige apparatuur. Ik vind persoonlijk de economie en de natuur wordt beschermd. Maar deze 12 huizen die hier staan, die hebben geen recht van spreken. Als de gemeente geen alternatieven weet te vinden, dan zijn de bewoners bereid om verdere stappen te ondernemen. Nou, dan gaan we gewoon een advocaat in de arm nemen. Een jurist hebben we al. En het eindstation is Raad van State.